2014 is alweer bijna afgelopen. Een mooie tijd om even terug te kijken op dit afgelopen jaar. Werk is zo belangrijk voor mensen als het gaat om iemands zelfstandigheid of eigenwaarde. Het kunnen verdienen van een eigen salaris, daarmee een gezin kunnen onderhouden. En dat hebben we opnieuw in 2014 voor 2300 man gepresteerd. En wat ik gemerkt heb, dat we in een geweldige saamhorigheid terecht zijn gekomen. Heel veel energie en als we dat in 2015 voort kunnen zetten, dan ben ik een blij mens. En ik heb ontdekt dat als we echt samen creatief durven zijn, dat er hele mooie dingen uit voortkomen. Mijn topervaring voor 2014, dat waren er eigenlijk twee. Eén was Lean Groen en het resultaat wat we daar behaald hebben. En de tweede is Bongolijn. Ook dat is een resultaat van teamwork. En met een geweldig resultaat. Als heel fijn ervaren heb ik dat we ontdekt hebben dat samenwerken ook iets heel moois in zich heeft. Dat veranderen niet alleen een bedreiging is, maar ook een kans. En dat heeft me nog trotser gemaakt op WSD dan ik al was. 15 jaar geleden, toen mijn kinderen nog klein waren en bij mij achter op de fiets gingen fietsen, toen kwamen we hier al. En ik wil jullie in de kapel iets laten zien. Ik wens iedereen heel veel gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Heel veel geluk ook in de privésfeer. En daarna dat we met z'n allen weer goed tegenaan kunnen op het werk in 2015. Ik weet dat volgend jaar voor ons gevoel een heel spannend jaar wordt. En ik wil vooral elkaar meegeven. Heb er ook veel lol in. Trek met elkaar op. Geniet ervan en ga samen die uitdaging aan. Werk samen en vertrouw op je eigen kracht. En op elkaars kracht. Open je hart voor verandering en dat brengt ons alleen maar goed. Kijk wat ik hier heb. Dit is een tekst en die tekst die dateert van 1692. Gevonden in de oude Sint-Pauluskerk te Baltimore in de Verenigde Staten. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook mogen zijn. Het is een werkelijk bezit in het veranderende fortuin van de tijd. Nou, is dat niet mooi? Dat is eigenlijk de waarde van werken, waar ik het net over had. Mm.